prachtig. Echt gewoon ontroerend. Wat een mooie maan. Hallo kijkers van Jotere Games, leuk dat je kijkt. Je ziet hier al staan Super Mario Survival. Dit is in Minecraft, maar met de Mario Texture Pack. En hiermee ga ik dus survivalen en de namen van alles is ook veranderd. En ik hoop dat dit veel leuk wordt. We gaan gelijk de world creëren. Ik heb er enorm veel zin in, alles heet anders, dus het is een beetje uitzoeken. En ik hoop dat het leuker is dan normaal. Even kijken in welke wereld we spawnen. Moeten we even wachten. De building train duurt altijd even een tijdje. Tenminste bij mij. Nou, eigenlijk niet zo vaak. Maar nu wel even. Dat maakt helemaal niet uit. Want dan kan ik jullie nog een paar dingen uitleggen. Want de teksten overal zijn ook veranderd. En de namen. Dus ik moet soms even nadenken wat het nou precies is. Wat in een normale Minecraft kan zijn. Dus het is juist leuker. En ik heb er enorm veel zin in. En ik heb niks meer te vertellen. En hij is nog steeds bezig met laden. Dat maakt niet uit. Want we zijn er al. Kijk, zoals je al ziet, de footbar en de hartjes zijn anders. Wow, de zon is cool. Mario wereld. Wow, dit ziet er zo cool uit, hè. Hier de bloemetjes, een happertje. Nou, beginnen we met boomhakken, denk ik. Oh, wacht. Ik zet even mijn renddistance iets lager. Dus op 16 chunks, dat is wel hoog. Dan lek ik heel veel. Ik doe even 4 chunks. Zo, nu lek ik iets minder als het goed is. Nou, gaan we boompjes hakken. Ja, ik heb er echt zin in. En ik hoop dat we heel ver kunnen komen. Het is gewoon... Dropt die ze nou niet? Wat? Oké, hij werkt. Ik heb het gekregen. Als ik deze hak en hij doet het. Oké, hij moest dus nog even wennen aan een texture pack of zo. Ik heb geen idee, maar we kunnen gewoon beginnen. Zo, lekker de boompjes hakken. En als het goed is, dit heet wel normaal. Shipwood. Oké, alles heet toch anders. Dan moet ik het wel een beetje aan wennen. Maar ja. Ik vind het gewoon leuk. Oké, we hebben dus zo. We doen het hier een lucky block. En we wooden platforms. Oké, we hebben er 24. Oké, dus we gaan gewoon een aantal boompjes hakken. Zo. Kunnen als het ware gewoon een hele Mario wereld creëren dan. Zo, doe ik alvast even dit. 44. Wood platforms of zoiets. Wooden platform. En de ship wood. Oké. Allemaal rare namen, maar vind je... Ik ben echt benieuwd, wat is dit? Nu is donut lift, maar wat het nou in het echt is, geen idee. Maar dat is juist het grappige eigenlijk eraan. Ik ga gewoon een beetje hout verzamelen. En die kip ziet er ook al raar uit. En dan kunnen we een beetje beginnen met onze basis. Zo, weer 5. Even spieken. Shipwood. En dan hebben we wooden platforms, een stack. Oké, dat is niet genoeg. Ja, ik denk dat ik alleen deze boom nog doe. Dan gaan we een beetje beginnen ons met het huisje. Dat kwam heel raar uit. Maar we gaan beginnen met ons huisje. Shipwood. Ik ben ook benieuwd hoe alle dieren er ook uitzien. Als we gewoon alle spullen. Oh, dat zie ik nu pas hier bij het armor. Een beetje Mario kleren. Als we die kunnen fixen is het wel nog leuker, denk ik, dat gaat worden. Zo, laten we... Waar gaan we ons huisje bouwen? Dat is wel... Wauw, happertjes! Die wil ik vlak bij mijn huis. Oh, heus, zijn ze ook gewoon gedropt. Oh, ze bewegen ook gewoon in je hand. Dat is echt cool. Mijn huis. Oh, de blauwe. Echt, alles ziet er veel anders uit. Dat is wel wennen. En alles heet ook anders. Je kan niet even spieken wat het is. Dat is steen, denk ik. Zomaar.
Ja, dat stuk plat. Hier zo gaan we ons huis doen. Oké, dan halen we iets van dit gras weg. Als ik grote dingen wil doen, oké, dat klonk heel verkeerd, maar ik bedoel bijvoorbeeld enchanten of zo en ik heb een aantal dingen nodig of iets. Ja, dat wordt heel lastig denk ik. Of ook met farmen. Dat gaat niet makkelijk worden denk ik. Hier, dit woed. Het ziet ook heel raar uit. Gewoon een klein basishuisje denk ik. Oh, we hebben nog een stack. Moet wel over hebben voor sticks en voor meer dingen die we kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld zwart. Wat loopt daar? Dat wil ik even kijken hoor. Dat vind ik interessant. Of ik ben gewoon benieuwd. Is dat de koe? Wacht, is dat de... wil het zien. Hallo, wat ben jij? Hallo? Ah! Wat een eng gezicht! Zo. Ik ben benieuwd hoe chesten eruit zien. Crafting table. Denk zomaar, zoals je hier ziet, een crafting table als een lucky block. Dat zou erg vet zijn. Zo. En dan de deur komt hij. Hoe ziet de deur? Ik zit heel daar voor te stellen hoe dat nou er ongeveer uit gaat zien. Ik ben zo benieuwd. Nou, dan maken we als eerst een crafting table. Zo, oké. Okay. Dit gaat misschien raar klinken. Mijn muis doet raar en dan moet ik dit doen. In mijn muis blazen. Heel vaak heb ik dat in de aflevering. Denk ik, hoe moet ik dat nou zeggen? Een lucky block, ik zei het nog. Oh, dit werkt niet. Blaas voor mijn leven. Doet hij het? Hij doet het. Oké, okay, dan gaan we gelijk een kistje maken. Oeh. Nog een kist. Heb ik er niet meer zoveel hout. Nog maar 3 hout. Zo, zo. Dat ziet er niet verkeerd uit. En dit wordt ons huisdier. Alsjeblieft. Dat is ons huisdier. Hoe noemen we hem? We noemen hem Henry de Happer. Ja, dat vind ik een perfecte naam. Ik heb nog een beetje wood nodig. Heb ik een dak? Nee, ik heb nog niet eens een dak. De zon zag er ook wel geniaal uit. Ik weet niet wat het is, maar het is wel grappig. Zou Yoshi ook in dit spel zitten of zo? Ik ben zo benieuwd naar alles, hoe alles eruit ziet. Komen we nog op een gegeven moment wel achter, maar ik kan niet wachten. Oh, dit is Darkwood? Dark Shipwood. Zo. Oh, wacht, wat? Hoe komen we aan deze mushroom? Waar die eten? Huh? Winterbrush? Is dit een sapling? Is dit ook een sapling? Is dit een appel? Nee, we kan niet eten. Dit is een sapling, denk ik. Huh? Oh, dat zijn paddenstoelen gewoon. Oh, die ga ik verzamelen. Maar ik ga eerst nog een beetje van dit voet. Ik ben stil, maar ik moet weer mijn muis blazen. Misschien werkt hij nu weer. Ja. Oké. Nog één. Wacht, is dit weer? Is dit weer dark? Oké, we gaan gewoon de rest van dark doen. Mushroom. Ik hou van mushrooms.
Nee, ik vind het echt grappig dat alles te veel anders zijn. Waar is muis? Verkeerde kant. Koe, met eng gezicht, ik kan killen. Oké, wat hij daar onder zich heeft, wil ik niet zien. Ogen dicht als je jong bent. Huh? Oh, daar. Raw Dino Meat. Grappig. Zo opgegeten. Ik had eerder verwacht dat dit eten was. Mushroom, maar... Het is gewoon... Wat was het ook weer? Oh ja, gewoon een paddenstoel. Hè? Waar is mijn huis? Wat? Oh, daar. Ik heb alleen nog dark, maar dat is ook goed. Kunnen we dat als dak doen? Kijk, hadden we nog... We hadden dirt, die zit in de kist. Doen we hier dirt? Doen we hier dit? Oh! Hallo Henry de Happer. Zo, dan gaan we nu ons dak maken. God, gloeiende gloeilamp. Shit, ik deed niet lang genoeg na. Dat mag niet. Anders gaan mensen zeggen, oh, je bent een na-aper. En dat wil ik niet. Dus, we gaan gewoon verder bouwen. Ik weet niet waarom ik verluister. Dat is best wel irritant, hè. Dus ik stop ermee. Zo. Ik heb nog nooit zo'n mooi dak gezien. Zo, zo goed als klaar. Alleen de grond nog. Oh, daar heb ik niet zoveel zin in. Maar we doen het wel. Maar we doen het met schep. Anders vind ik het helemaal niet leuk. Een stick heet gewoon een stick. Dat is toch logisch? Zo. Een wooden shovel. Die heet wel normaal. Maar we mogen niet Henry weggraven. Anders hebben we vermoord. En dat vinden we niet leuk. Kunnen we hem alsnog overnieuw neerzetten. Maar dan houden we het gewoon op dat hij is vermoord. Zo. Het wordt donker. Dus we moeten een beetje een bed zien te vinden. Oftewel een schaapje. Oh, oh. Oh, we hebben 13. Dat is te weinig. Zo. Dat is veel te weinig. Veel, veel, veel te weinig. Schaapje, schaapje, schaapje. Oké, hoe ziet de maan eruit? Oh, wat een coole maan. Oh, nee, dat is echt een coole maan. Hij lacht. Vind ik leuk. Even uitzicht. Wat een maan. Nee. Oké. Prachtig. Echt gewoon ontroerend. Wat een mooie maan. Maar ik moet naar huis. Doei. Oh, er zit een gat in. Oh. Is dat een schap? Nee, dat is een koe. We moeten een schap hebben en dan moeten we slaan. Klinkt heel agressief, maar dat is het ook, snap je? Een spin! Huh! Nee! Nee! Weg! Weg! Ik heb een roop. Oh, mijn chair ging naar me toe. Dat vond ik cool. Dark. We hebben 4 erbij. We willen meer. Zo. Als we nu worden aangevallen, gaan we dood. Dat is niet leuk. Dus doen we dit. Dan hebben we de 24. En dan gaan we gauw weg, omdat we dan weg zijn en dan kunnen we onze grondplafond, hoe heet dat nou,
Vloer, zo heet het. Vloer afmaken. Zo. Ik vind hem mooi. En ik wil ook nog een mooie deur. Ik wil een mooie deur. Ik wil nog meer hout, want ik wil een mooie deur. Zo. Ik ga nu een mooie deur maken. Nee! Oh, wartje! Rustig! Niet aan paniek raken. Niet aan paniek raken. Ik weet niet wat aan paniek raken is, maar ik doe in. Dus je mag het niet doen. We hebben door. Oh, we moeten eerst dit doen. Floep. En floep. Snel naar binnen. Oké, we hebben het gered. Eigenlijk staat het blokje hier niet verkeerd. Oké, dit is Henry de Happer. Hier staat meneer Roop. Ik vind hem mooi. Voor dit leuke video doe een like. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik denk dat ik het hier op ga houden. En de volgende keer gaan we verder. En gaan we nog veel meer avontuur beleven. In de Mario wereld, Minecraft wereld. Alle twee door elkaar. Dus bedankt voor het kijken. Doe een like. Ook wel meer vrienden hebben gegeven. Maar dat wou ik niet. Doe dan een like. Vond je dit leuk? En ik zie jullie later. En laat comments achter. Later.